Heel belangrijk. Meestal is, ja, is zeg maar de beslissing al bijna genomen op het moment dat je hand schudt. Een sollicitatiegesprek is een belangrijk, maar zeker ook een spannend gesprek. En dan ga je goed gekleed. Maar wat nu als je geen geld hebt voor een netpak of een mooi mantelpakje? In dat geval kan je aankloppen bij Dress for Success. Nou ja, wij voorzien mensen met een minimum inkomen van sollicitatiekleding, zodat ze goed voor de dag komen en een goede eerste indruk kunnen maken. En tja, als je een goede eerste indruk wil maken, dan wil je wel graag goed en deskundig advies. Mooi. Ja, dan komt iemand binnen en wij gaan in gesprek van, joh, wat voor functie wordt het? Wat vind je zelf leuk? Wat is je maat? Nou ja, zo komen we een beetje tot een beeld. En dan gaan we gewoon de winkel in en kijken wat leuk staat en wat goed bij iemand past en wat goed bij de functie past. Het succes van Dress for Success is mede te danken aan De Slinger in Utrecht. De Slinger steunt maatschappelijke organisaties en instellingen die aankloppen met problemen of vragen. Zij hadden een pagina beschikbaar in ons Utrecht en wij mochten daarin vertellen wat wij allemaal nodig hadden eigenlijk. En toen heeft volgens mij vijf weken nadat dat gepubliceerd was, heeft mijn telefoon niet stilgestaan. Maaike Boersma is De Slinger dan ook meer dan dankbaar voor de hulp. Omdat we dingen die we anders nooit voor elkaar hadden gekregen, gewoon via De Slinger een stuk gemakkelijker gaan. Het is gewoon een goed netwerk waar je altijd even kunt aankloppen als je iets nodig hebt. En dat is heel erg fijn. We zitten nu in een samenleving waar meerdere mensen met elkaar samenwonen en dat willen we ook. En De Slinger springt in op die stroming, om die initiatieven die daarmee te maken hebben, waarin het samenleven centraal staat, samen dingen doen, vrijwilligerswerk. En wij proberen als een soort makelaar een koppeling te maken tussen bedrijven die zeggen, nou, wij willen ons steentje bijdragen.